Dag allemaal, welkom bij dit hoorcollege Inleiding Bestuursrecht. We gaan het op deze manier doen. Ik ga de PowerPoint laten zien en daarbij een verhaal vertellen, zodat we toch nog een soort van een hoorcollege kunnen geven. Ik ga gewoon eigenlijk de PowerPoint die ik normaal heb nu maar behandelen. Eerst maar even wat huishoudelijke mededelingen. Je moet het boek hebben, Hoofdzaken van het Bestuursrecht. De 9e druk moet je hebben, maar let op, als je de 8e druk hebt, zou het op zich wel kunnen. Alleen je moet wel eventjes letten op de hoofdstukindeling. Die is enigszins veranderd, maar de inhoud is niet echt veranderd. Dan, op Onderwijs Online staat eigenlijk alles wat je nodig hebt voor dit vak. Er staat een agenda op, er staan opdrachten, deze PowerPoint komt erop te staan. Het verhaaltje van de video, dat wordt in een link op Onderwijs Online gezet. Er zijn nog andere filmpjes die je kunt zien, waar ook naar verwezen wordt op Onderwijs Online. Dus er is voldoende aanwezig om zelfstandig thuis aan de slag te kunnen gaan. Je hebt natuurlijk je wettenbundel nodig. En zoals ik al zei, er is een agenda. En de agenda is eigenlijk dat we het gaan hebben over de AWB. Dat we bestuursorganen gaan bespreken. Dat we het belanghebbende begrip gaan bespreken. Het besluitbegrip. Natuurlijk, het legaliteitsbeginsel. Hoe kom je namelijk aan de bevoegdheid om te besturen? We gaan het over normen voor bestuurlijk handelen hebben. En daarmee doel ik op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En we gaan het over rechtsbescherming hebben. Bezwaar, beroep en hoger beroep. En wat is een voorlopige voorziening? Dan, we gaan beginnen met het eerste thema, de AWB en de bestuursorganen. Nou, de literatuur, had ik je al gezegd, let even op welke druk je van het boek hebt, maar dit is wat je moet doen. En als je de studiedoelen bekijkt en beseft wat daar staat en daar iets mee aan de gang kan gaan, dan heb je een goede kans dat je het vak uiteindelijk wel zal begrijpen. Even wat typische termen die in het bestuursrecht steeds maar weer elke keer weer voorbij komen. Ten eerste heb je de AWB. Daar wordt heel vaak naar vernoemd omdat het de Algemene Wet Bestuursrecht is en het vormt het raamwerk voor het bestuursrecht. Daarnaast hebben we drie begrippen die echt een speciale betekenis hebben in het bestuursrecht. Dat zijn het bestuursorgaan, het besluit en het belanghebbende. Dat zijn ook de drie eerste artikelen van de AWB. Daar wordt uitgelegd wat onder die drie begrippen verstaan moet worden. En wij gaan dat dus ook als eerste behandelen. En een andere specifieke terminologie is de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Heel leuk dat een bestuursorgaan allerlei besluiten neemt, maar er zijn wel normen waaraan die besluiten moeten voldoen. En dat staat beschreven in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat zijn een aantal termen die je als student gewoon goed moet kennen en onderscheiden en weten wat ze betekenen. We beginnen eerst met een algemeen verhaal. Deze slide kennen jullie misschien nog wel, de hiërarchie van de regelgeving. Nou gaat dit over regelgeving en in bestuursrecht hebben we het niet over regelgeving, maar over uitvoering van de regels. Maar toch is er wel iets belangrijks waarbij het hier aan aansluit, namelijk die hiërarchie. Je werkt van hoog naar laag. En dan moet je vooral bij punt 4 beginnen tot en met punt 7. Je werkt van een wet in formele zin naar een provinciale verordening. Of nummer 8 zelfs, een APV. Daar zit een structuur in en een hiërarchie in. Namelijk, je kan namelijk ook zien dat je bepaalde bevoegdheden kunt overdragen. Dat is bij bestuursbevoegdheden ook zo. En zo zit eigenlijk ook het hele bestuursrecht in elkaar. En dat wil ik laten zien aan de hand van de geleden normstelling. Kijk. Je hebt algemeen bestuursrecht en je hebt bijzonder bestuursrecht. En het bestuursrecht zit zo in elkaar dat de algemene regels eerst worden toegepast en dat er dan bijzondere regels zijn die verdere invulling geven aan een daadwerkelijk bestuursrechtelijk besluit. Als voorbeeld geef ik eventjes de omgevingsvergunning. Dat is een beschikking op het laatste niveau. Niet het laagste, maar het laatste. Dat is wat we noemen, de beschikking is zogezegd het sluitstuk van het bestuursrechtelijke proces. Stel je voor, je wil een schuur bouwen in jouw achtertuin. Dan moet je daar aan allerlei regels voldoen, maar als je die vergunning aanvraagt, kun je daarvoor een beschikking krijgen. Die vergunning, dat is een bestuursrechtelijk besluit. Dat is een bestuursrechtelijke procedure zit eraan ten grondslag. Maar
om daar te komen bij die omgevingsvergunning, beginnen we eerst helemaal bovenaan. Bij de WABO en de woningwet. De WABO staat voor Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Daarin staan algemene regels over bouwen. Maar zoals ik al zei, dat zijn algemene regels. Die meer regels zijn verder uitgediept in bijvoorbeeld het BOR en het bouwbesluit. BOR staat voor besluitomgevingsrecht. Dat zijn AMVB's. Nog meer regels over bouwen staan in de plaatselijke bouwverordening. En dan uiteindelijk op basis van die plaatselijke bouwverordening kun je een vergunning krijgen. En deze rij noemen we dan de geleden normstelling. De norm wordt steeds een stukje gespecificeerder uitgelegd. Oh, pardon. Verkeerde knoppie. Dan, de AWB kent een zogeheten gelaagde structuur. En daar bedoelen we mee dat er een opbouw in zit. En als je goed kijkt, is de opbouw van de AWB hetzelfde als de opbouw van dit vak. Misschien moet ik zeggen de opbouw van het vak. Daarbij hebben we aangesloten bij de AWB. We beginnen namelijk eerst met de definities. Wat is een bestuursorgaan? Wat is een belanghebbende? En wat is een besluit? Dat zien we staan in hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. En daarin staan ook de normeringen van besluiten in. En vervolgens gaan we het over rechtsbescherming hebben. En dat is 6, 7, 8. En 9 ook een beetje. Maar in ieder geval, er zit dus een bepaalde opbouw in van de AWB. Waarin we ook steeds zien dat er gesproken wordt over algemene bepalingen en bijzondere bepalingen over besluiten. Algemene bepalingen over bezwaar en beroep. Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep. En andere soorten bijzondere bepalingen. Maar gaan we nu maar eens even echt beginnen waarmee we echt gaan beginnen. Namelijk het thema van vandaag. Wat is een bestuursorgaan? Kijk, je moet begrijpen dat de relatie tussen in het publiekrecht is er een relatie tussen de overheid en de burgers. En die overheid en burgers, die noemen we in het bestuursrecht vaak bestuursorganen aan de ene kant en belanghebbenden aan de andere kant. Bestuursorganen staan beschreven in 1.1 van de AWB en belanghebbenden staan beschreven in 1.2 van de AWB. De AWB is heel belangrijk, is dus het startpunt echt van het bestuursrecht. Er staat het systeem en de organisatie van het bestuursrecht staat namelijk in die AWB. Maar we gaan dus nu eerst naar die artikel 1.1 van de AWB. Voordat ik hierover iets ga vertellen, is er ook nog een heel fijn filmpje van de Universiteit Leiden over A-organen, B-organen en buitenwettelijke organen. Voor jullie bij dit vak inleiding bestuursrecht vind ik het vooral belangrijk dat je kijkt naar het filmpje over A-organen. En de link staat hierin, maar ik zal de link ook nog op onderwijs online zetten. Wat staat er in artikel 1.1 lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht? Daar staat in, onder bestuursorgaan wordt verstaan A, een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of B, een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed. Zoals je ziet hebben we dus een lid A-orgaan en een lid B-orgaan. En zo noemen we dat ook. We hebben namelijk A-organen, dat zijn organen die een orgaan zijn van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld. Of we hebben B-organen en dat zijn een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed. Daar zit dus onderscheid in en dat onderscheid moet je ook kennen. We gaan nu eerst kijken wat een A-orgaan is. Een bestuursorgaan is een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld. Ik heb het al vaker gezegd, als je rechten studeert moet je vooral de wet analyseren. Wat betekenen de woorden die in de wet staan? Dat gaan we nu ook doen. En wat ons opvalt is dat er twee dingen staan. Er moet sprake aan de ene kant sprake zijn van een orgaan. En aan de andere kant moet er sprake zijn van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld. En dat kort ik af tot RIKP, rechtspersoon ingesteld krachtens publiekrecht. En dat doe ik expres, want er zijn heel veel studenten die denken dat die krachtens publiekrecht is ingesteld betrekking heeft op het woordje orgaan. Maar dat kan niet, want orgaan is een onzijdig woord. En dan zou het zijn een orgaan van een rechtspersoon dat krachtens publiekrecht ingesteld.
Maar er staat die en die heeft betrekking op rechtspersoon. Ik besef dat dit heel verwarrend is wat ik zeg, maar de meeste van jullie gaan dit fout doen. Vandaar dat ik het zo specifiek opzet. Aan de ene kant heb je orgaan, aan de andere kant heb je RIKP. Wat betekenen deze twee begrippen? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Van, nou, leuk dat we orgaan en RIKP hebben, maar wat betekent het? Nou, eerst het woordje orgaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 2007 daar het volgende over gezegd. Voor de duidelijkheid, deze uitspraak hoef je niet te kennen, maar ik verwijs er wel even naar. Een onderdeel van de organisatie van een zodanige rechtspersoon, een RIKP wordt daarmee bedoeld, is een orgaan in de zin van 1-1 lid 1 aanhef en sub A, een A-orgaan, indien daaraan een zelfstandige taak is opgedragen die onder eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. Ik ga even een klein voorbeeld noemen. De gemeenteraad is een bestuursorgaan. Dat is zo. Neem dat maar even van me aan. Is de gemeenteraad een orgaan van een RIKP? Ja. De RIKP is namelijk de gemeente. Waarom dat zo is, daar kom ik zo op. Maar moet je maar voor nu eventjes aannemen. En is de gemeenteraad dan een orgaan van die RIKP? Heeft de gemeenteraad een zelfstandige taak die het onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert? Hoe weet je dat? Nou, in dit geval kun je dat vinden in de gemeentewet. Daar wordt gesproken over dat er een gemeenteraad is. En in de gemeentewet zie je ook allerlei bepalingen waarin er bestuursrechtelijke bevoegdheden worden neergelegd bij de gemeenteraad. Dus is de gemeenteraad daarmee een orgaan van een RIKP? Ja, want het heeft een zelfstandige taak die het onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent. Zo moet je dat dus invullen. Je hebt wel die zelfstandige taak onder eigen verantwoordelijkheid als daar een wetsbepaling aan hangt natuurlijk. Want dat is het legaliteitsbeginsel. Je hebt alleen maar een bevoegdheid als die bevoegdheid je in de wet is gegeven. Tot zover het orgaan. Wat zijn nou RIKP's? Rechtspersonen ingesteld krachtens publiekrecht. Nou, dat staat in de wet. En dat staat in artikel 2.1 van het burgerlijk wetboek. Dat klinkt een beetje gek, want we zitten bij publiekrechtelijke rechtspersonen in het publiekrecht en nu moeten we naar het burgerlijk wetboek. Ja, dat klopt, omdat het juist gaat over het verlenen van rechtspersoonlijkheid. En rechtspersoonlijkheid is iets wat in het burgerlijk wetboek is geregeld. In artikel 2.1 van het burgerlijk wetboek in lid 1 en 2 staat dat de staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, als mede alle lichamen waaraan krachtens de grondwet verordende bevoegdheid is verleend, die bezitten rechtspersoonlijkheid. Dus heel makkelijk, de staat, de provincies en de gemeenten en de waterschappen, dat moet je gewoon onthouden. In lid 2 staat, andere lichamen waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien niet uit of bij krachtens de wet bepaalde volgt. Bij dat lid 2, daar verwijs ik nu eventjes naar dat YouTube-filmpje van de Universiteit Leiden. Daar ligt die meneer dat uitstekend uit. Maar in ieder geval, het staat dus in het BW. Daar moet je de aansluiting vinden of er sprake is van een krachtens publiekrecht ingesteld rechtspersoon. Nou zul je denken, eventjes praktisch gezien, moet ik dan deel 1 van mijn kluwerbundel meenemen naar het tentamen? Nou, dat hoeft niet, want Kluwer is zo slim geweest om dit eerste hoofdstuk van het burgerlijk wetboek 3 bladzijden voordat de AWB begint even op te nemen. Dus als je je AWB erbij pakt, zet anders dit filmpje even op pauze, pak je AWB erbij en dan blader je een paar bladzijden terug en dan zul je zien dat deze bepalingen in deel 2 ook staat. Oké, we gaan verder. Juist. Er zijn organen die, als je de systematiek van de AWB gebruikt, A-organen zijn. Maar dat wil de wetgever niet. Dus heeft hij dat in artikel 1.1 lid 2 ook zo bepaald. Dat er bepaalde organen toch geen bestuursorgaan zijn. Terwijl ze dat eigenlijk wel zouden zijn. Het voorbeeld dat ik zal uitwerken is nummer A. De wetgevende macht. Wie is de wetgevende macht? Volgens artikel 81 van de grondwet is dat de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk. Is de wetgevende macht een orgaan van een RIKP?
Nou, zoals op de vorige slide, ik zal hem even erbij halen, staat dat de staat een RIKP is. Dus oké, de staat is een RIKP. En de wetgevende macht, is dat een orgaan van de staat? Ja. Waarom? Dat moet je gewoon aannemen. Maar is het ook een orgaan dat een zelfstandige taak heeft onder eigen verantwoordelijkheid? Ja, want daar gaat artikel 81 en verder nou juist over. Daar wordt aan de wetgevende macht juist de bevoegdheid verleend om regels te maken. Dus dat is een zelfstandige taak onder eigen verantwoordelijkheid. Dus volgens de definitie en het systeem van de AWB zou de wetgevende macht een bestuursorgaan zijn in de zin van de AWB. Maar dat wil de wetgever niet, dus heeft het gezegd in lid 2, de wetgevende macht is uitgezonderd van het bestuursorgaanbegrip. En zo zie je nog wat meer bestuursorganen staan, die geen bestuursorgaan zijn, terwijl als je het systeem zou gebruiken van de AWB, ze wel bestuursorgaan zouden zijn. Dan gaan we naar B-orgaan. Een bestuursorgaan is een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed. Met het woordje persoon wordt in dit geval bedoeld natuurlijk persoon of rechtspersoon. En openbaar gezag is de bevoegdheid om eenzijdig recht en plichten voor een ander in het leven te roepen of bindend vast te stellen. Oftewel, je hebt bepaalde zeggenschap. Je kan op verschillende manieren dat openbare gezag verkrijgen. Je ziet staan op de slide krachtens de wet en je ziet in het lichtgrijs staan publieke taken en overwegende overheidsinvloed. Die laatste twee bespreek ik niet. Ik ga het alleen eventjes hebben over krachtens de wet. En dan wil ik heel even kijken of ik een voorbeeld heb. Nee, dat heb ik niet. Dus dat ga ik even uitleggen. Een goed voorbeeld is de APK-keuring. De APK-keuring laat je doen bij een gewone garage. En dat die gewone garage is gewoon een bedrijf, is een privaatrechtelijk rechtspersoon. Zoals ik al zeg, het is privaatrechtelijk van aard. Dus niet publiekrechtelijk. Dus het kan nooit een A-orgaan zijn. Kan het dan een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed zijn? Nou, dat zou kunnen zijn. Een garage is bijvoorbeeld een rechtspersoon. Het is een BV of iets dergelijks. Dus aan dat criterium wordt voldaan. Maar heeft een garage dan openbaar gezag om daadwerkelijk rechten en plichten voor een ander in het leven te roepen? Nou, die APK-keurder heeft dat inderdaad krachtens de wet. In dit geval specifiek de Wegenverkeerswet. Daarin wordt aangewezen dat er keuringsmeesters zijn. En die worden aangewezen volgens de wet. Dus zo'n APK-garage heeft voor het uitvoeren van een keuring een bepaald openbaar gezag en is het daarmee B-orgaan. Maar nou moet je opletten. Het is alleen maar B-orgaan, bestuursorgaan in de zin van AWB, op het moment dat het die keuring uitvoert. Stel je voor, ze hebben een keuring uitgevoerd en uit dat keuringsrapport blijkt, nou, de auto is eigenlijk helemaal goed, alleen de banden zijn versleten en er moeten eigenlijk nieuwe banden worden geplaatst. En wat zegt die garagehouder? Maar die kan ik er wel voor u eventjes omzetten, mevrouw of meneer. Nou, weet je wat er dan gebeurt? Dan is het zo dat op het moment dat hij die banden erom gaat zetten, dan is hij weer gewoon een bedrijf. Want dan voert hij geen openbaar gezag uit, maar dan is hij gewoon weer als garagehouder aan de slag. En niet als APK-keurder. Dus hij is alleen maar B-orgaan als het gaat op dat hij zijn gezag uitoefent op basis van datgene wat er in de wet staat. En je zag het er net al eventjes. Er is ook een soort schema. En dat wil ik heel eventjes met jullie doorlopen. Dit is een soort stappenplan. Dit ziet er altijd heel ingewikkeld uit als je het voor de eerste keer bekijkt. Maar als ik hier zo eventjes mee doorheen loop, dan valt het wel mee. Stap 1. Wat is de eerste stap die je moet doen? Je moet eigenlijk toch altijd, dat is wel het handigste, gaan kijken in 1.1 lid 2. Is er sprake van een uitzondering dat er toch niet sprake is van een bestuursorgaan? Als daar je antwoord op ja is, dan hoef je dus ook niet meer na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van een bestuursorgaan. Als het antwoord daarop nee is, nee, er is geen uitzondering, dan ga je altijd eerst kijken of er sprake is van een A-orgaan. Nooit eerst B-orgaan, altijd eerst A-orgaan. Want A-organen zijn volgens de definitie van de AWB ook altijd B-orgaan. En B-organen zijn niet altijd A-organen.
Dus je moet daar eventjes goed naar kijken. Altijd eerst naar haar orgaan. Nou, is er een orgaan die een zelfstandige bevoegdheid heeft? En dan waar is dat geregeld? Dan moet je er even bij zoeken. Dus de gemeenteraad heeft een zelfstandige bevoegdheid op basis van de gemeentewet. En is er sprake van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld? Daarvoor moet je aansluiting vinden bij artikel 2.1 van het burgerlijk wetboek. En die rechtspersoon moet dan vervolgens krachtens publiekrecht ingesteld zijn. Nou, de staat en de provincies en de gemeente, dat staat allemaal. Nou, er staat eigenlijk nergens, maar provincie en gemeente, die zijn krachtens publiekrecht ingesteld. Dat kun je terugvinden in de grondwet, namelijk artikel 123. En bij andere rechtspersonen, dat moet je kijken dan in die specifieke wet. En zoals ik al zei, het filmpje van de Universiteit Leiden legt dat heel erg goed uit. Als jouw conclusie is dat er sprake is van een aorgaan, ben je klaar, dan is er dus een aorgaan. Als je van oordeel bent, nou ja, het is geen aorgaan, want de mist ontbreekt hier iets, dan kun je naar stap 3 gaan. Is er sprake van een B-orgaan dan? Is er een persoon of college dat met enig openbaar gezag bekleed is? Daar moet je dan eventjes naar kijken. Als dat het geval is, is het B-orgaan. Als dat het niet het geval is, is het geen B-orgaan en is het dus ook geen bestuursorgaan in zijn algemeenheid. Dit stappenplan moet je altijd doorlopen als de vraag gesteld wordt of er sprake is van een bestuursorgaan of niet. Wat is nou een belangrijk verschil tussen een A-orgaan en een B-orgaan? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Een A-orgaan valt altijd onder de AWB. Je moet altijd dus aan de regeltjes van de AWB houden. Terwijl een B-orgaan dat alleen maar hoeft zolang het zijn openbaar gezag uitoefent. Dus die APK-houder is alleen bestuursorgaan en moest zich houden aan de regels van de AWB als er sprake is dat hij openbaar gezag uitvoert als bestuursorgaan. Als hij gewoon garagehouder is, dan is dat niet meer echt nodig. Even een paar typische A-organen. Ten eerste, je hebt de gemeenteraad. Je hebt de RIKP, de gemeente. En de RIKP, de gemeente, kent drie belangrijke A-organen. De gemeenteraad, het college van BNW en de burgemeester. Die hebben allemaal zelfstandige taken onder eigen verantwoordelijkheid. En dat kun je terugvinden in de gemeentewet. Bij de provincie is het precies hetzelfde. Je hebt provinciale staten, gedeputeerde staten en de commissaris van de koningin. Dat zijn alle drie bestuursorganen van de RIKP, de provincie. En ook hun bevoegdheden kun je terugvinden in de provinciewet. Nou, en op rijksoverheidniveau, misschien had ik daar beter kunnen zeggen de staat, want de staat is de RIKP in dit geval, kun je zeggen dat de regering, de minister en de staatssecretarissen, de bestuursorganen zijn van de staat. En die krijgen een bevoegdheid, ook op basis van de grondwet in dit geval. Dit zijn de typische A-organen. Die kun je gewoon uit je hoofd leren. Besef wel, op het tentamen moet je nog steeds wel uitleggen waarom het A-organen zijn. Er zijn ook andere A-organen, die zijn door de wet aangewezen. Dit sluit aan bij dat filmpje van de Universiteit Leiden. Bijvoorbeeld Rijkswaterschap of het Agentschap NL of de Agentschap Telecom. Dat zijn A-organen die in de wet zo aangewezen zijn als A-organen. Maar het interessante is dat bijvoorbeeld ook het KNMI en het RIVM ook A-organen zijn.